Hoe wonen Rotterdammers nu en in de toekomst? In Rotterdam woont 2030 gaan we op onderzoek. Dan zien we een stad volop in beweging. Waar wordt gebouwd, gerenoveerd en gesloopt. En waar de bevolking groeit. De gemeente wil de woningvoorraad daarop afstemmen. Hoe staat in de woonvisie? Een plan van aanpak tot 2030. Op 30 november kunnen Rotterdammers bij referendum voor of tegen deze woonvisie stemmen. In 8 afleveringen belichten we de plannen per wijk en zien we heel verschillende woningen met hun bewoners. Vandaag Katendrecht, gelegen tussen de Kop van Zuid en Rotterdam-Zuid. Lang stond Katendrecht bekend als een gebied met veel problemen, maar in de jaren 90 ging de wijk flink op de schop. Er werd gesloopt, gerenoveerd en vooral veel gebouwd. Vooral voor jonge gezinnen en niet zonder gevolgen. Tegenwoordig komen nieuwkomers uit heel Rotterdam naar de Kuip. Zo ook Sjane en Lisbeth. Ze wonen hier nu bijna 1,5 jaar in een koopwoning. Samen met hun 2 jonge kinderen. We woonden voorheen in Blijdorp. Op een gegeven moment wilden we een gezinnetje starten. In Blijdorp waren heel weinig gezinswoningen. Het is allemaal zo starterswoningen. En we hebben er echt goed naar gekeken, maar er was gewoon niks te vinden. Toen dachten we, nou moeten we buiten Blijdorp. Wat we toch wel jammer vonden. Want Blijdorp is toch wel leuk om te wonen. En na zoeken kwamen we hier op Katendrecht. We hebben natuurlijk wel de geschiedenis van Katen gehoord. Dat hij zo heftig was. En dus in eerste instantie hadden we toch zo van, ja, willen we daar wel wonen? Maar toen we hier in de weekends soort van, ja, een beetje op onderzoek, een beetje rondjes fietsen, toen dachten we toch van, nou, dat is heel leuk hier eigenlijk. Katendrecht is een voorbeeld van wat de gemeente op meer plekken in de stad wil. Gemengde wijken met woningen voor gezinnen met een midden- of hoger inkomen. In de woonvisie wordt Katendrecht een creatieve, gemengde wijk voor kansrijke gezinnen genoemd. Ik zou zeggen een dorpje in de stad. Ja. Waar veel mensen elkaar kennen, ja. Dat gaat best wel snel. En zijn dat allemaal ouders met kinderen? Nee. Ik vind dat het is heel, heel multi. Ouders met kinderen, oudjes. Van alle afkomsten. Dus van alles eigenlijk. Er is een pleintje, Delyplein. Er is ook maar 1 supermarkt. Dus dan kom je elkaar gauw tegen. En het is zo klein dat je op een gegeven moment elkaar ook gedag zegt. Van hey, hallo. Ja. De oorspronkelijke bewoners van Katendrecht hebben de omgeving enorm zien veranderen. En zijn inmiddels in de minderheid. En volgens Sjane en Lisbeth is er goed contact. Mede door de kleinschaligheid van het gebied. Alle kinderen komen toch op die school of op de andere school. En daar ontmoet je dan ook mensen. Of gewoon met wandelen, hondjes die uitgelaten worden. Dan ontmoet je ook mensen die hier echt wonen. En vaak merk je wel dat die mensen het ook willen vertellen. Van wij komen oorspronkelijk hier vandaan en hebben best wel verhalen. Dat is best wel grappig. Best wel leuk. Hebben jullie enig idee hoe ze tegen de nieuwe gezinnen aankijken, de nieuwkomers? Is er een kloof? Of vinden ze Ik denk wel dat er een kloof is, dat wel. Het is niet een negatief iets, maar het is misschien een beetje zwart-wit gezegd. De juppen met de bakfietsen en de oorspronkelijke Katendrechters. Die kloof is er wel. Hebben jullie een bakfiets? Toevallig wel. Ja, toevallig wel. Naast bakfietsen en veel nieuwe horeca zijn er ook steeds meer dagjesmensen te zien. Nou, het is best wel heel toerisme hier, hoor. Het is een soort van toeristische attractie voor Rotterdammers. Dat hier langskomt om te kijken hoe de ontwikkeling hier is op Katendrecht. Bijvoorbeeld het Phoenix Loads project. Daar komen allerlei loften. Daar is een andere project, dat heet de Kaapvaarders. Ja, er gebeurt hier iets. Ik vind het heel goed dat het in ontwikkeling is. Maar ik vind het ook wel dat het kleinschalig mag blijven. De gemeente wil in Katendrecht blijven investeren. Meer groen in de buitenruimte, meer ruimte voor nieuwbouw en eigen initiatief. Ook zullen kleine woningen worden samengevoegd en huurwoningen worden verkocht. Volgende week Rotterdam-Zuid. Grootschalige nieuwbouw en sloop, waar niet iedereen blij mee is. Hier komen dus woningen voor gesitueerde mensen.
En dat zie ik dus niet zitten en zeker niet in deze wijk.